We zijn hier kaas aan het keuren van de kaasboerderijen uit Zuid-Nederland. De kaas die van deze zomer is gemaakt, dus zeg maar van juni tot en met oktober. En die worden hier op verschillende tafels door deskundige keurmeesters gekeurd. Er doen op zich zo'n 15 boeren mee. Die zo bijna bij elkaar een 60, 70 kazen hebben ingeleverd. Het zijn jonge kazen, gewoon natureel zonder kruiden. Belegen kazen ook zonder kruiden, maar ook allemaal speciaal kazen. Want die vraag hebben we ook gesteld als commissie. Wil je eens een speciaal kaasje wat je op je boerderij maakt meenemen? Dus zo liggen er allerlei soorten kruidenkazen. Ook een kaas met mooie gaten, tenminste zoals we aan de buitenkant nu denken te zien. Maar het zijn allemaal kazen die aan de buitenkant er heel mooi uitzien, maar pas als je de binnenkant ziet, dat je dan weet hoe de smaak echt is. Nou, er zijn inderdaad verschillende categorieën. Dus de categorie koeienkaas, waarin we dan de jonge kaas, de belegen kaas en de babygoudse kaasjes apart in de categorie keuren. Met dan wel de hele grote kruidenmelange kaas. Dat is één categorie. Verder hebben we schapenkaas en geitenkaas. Dus dat worden ook aparte categorieën. We proeven ook zuivel, want de Kaasbond staat ook voor boerderij zuivelbereiding. Dus er zijn ook yoghurt, boter, kwark, biogarde. Al zulke soort smaken zijn er ook.